Hallo allemaal, daar ben ik weer. Deze keer ben ik bezig, of ga ik beginnen, met de aquarelpotloden van Winsor & Newton. Zoals je ziet, een heel strak tinnen blik. Op het blik staat alleen het logo van Winsor & Newton en de naam. Ik vind dat zelf super mooi. Gewoon strak, egaal, klaar. Als je het blik openmaakt, dan zie je dus de kleurtjes. Mooi helder van kleur. Hieronder zitten de andere 12 kleuren. Dit is een blik van 24. Het verschil tussen deze potloden en de kleurpotloden zijn, deze zijn wit, zacht grijs en de colorpotloden zijn meer grijsachtig. Dus zodoende kun je ze uit elkaar houden. De kleuren komen overheen met de gewone potloden, dus je kunt ze altijd samen gaan mixen. Zal ik straks ook laten zien. Normaal gesproken doe ik het in een kleurboek, maar dit keer doe ik echt alleen in een cirkeltje wat ik heb gemaakt met een passer en een soort bloemachtig iets erin. Ik zal beginnen met blauw. Je hoeft het niet dik op te zetten, want de potlood, de pencil, als hij in aanraking komt met water, dan geeft hij echt een hele heldere kleur af. Hoe dikker je de laag opbrengt, hoe feller de kleur. Ik breng nu gewoon één laagje op. Doe ik 3/4, zodat je kan zien als ik het direct verder uitwerk, hoe ver dat die loopt. Ik heb hier gewoon een waterbrush. Vind ik het fijnste om mee te werken. En natuurlijk altijd een stukje keukenpapier. Ik knijp altijd een behoorlijke hoeveelheid eruit, dat die echt nat is. Maar dan ga ik een paar keer over mijn hand om te kijken of dat die niet nalekt of te nat is. Zoals je ziet, krijg je echt een heldere kleur. Het is voor mij heel lang geleden dat ik met aquarel heb gewerkt, dus het is voor mij weer eventjes wennen. Maar ik moet zeggen, ik heb alleen van een ander merk en dat vond ik niet zo fijn, dus ik heb er eigenlijk nooit meegewerkt, maar ik denk dat ik met deze potloden echt wel vaker ga wennen, werken. Je kan zien, ik ga er nou over het stukje wat ik niet gekleurd heb, blijf ik heen gaan. En je kunt het gewoon uitblijven smeren tot het helemaal gevuld is en dat je ook hier die strepen weg kunt werken, dat het een beetje egaal wordt. Je kunt de kleuren onderling ook heel fijn mengen. Ik zal dat met een andere kleur doen. Pak ik even rood. Doe bewust even in het midden.
En je ziet, ik pak de potlood weer helemaal aan het einde van de potlood. Dat je niet echt hard drukt op je potlood. Dan pak ik yellow. Neem ik een klein stukje mee in het rood. En hier nog een beetje. Voordat ik dus met de waterbrus over de andere kleuren, druk ik weer een flink beetje. Even mijn waterbrus schoonmaken. Weer test ik op mijn eigen hand. En zoals je ziet, loopt het lekker in elkaar over. En je krijgt mooi oranje. Ik zelf vind, ik kleur het bijna nooit, maar als ik een portret heb waar bloemen bij zitten, dat wil ik toch echt wel met deze aquarel potloden gaan doen. Gewoon, ik vind ze super om te werken. Nu ga ik even iets testen. Ik heb het nog nooit gedaan. Ja, ik heb het wel gedaan bij de inktdens, maar ik wil even kijken of dit bij de gewone potlood ook werkt. Ja, je kan vanaf de punt met je waterbrus eroverheen gaan. En dan krijg je zie ik nu een hele intense, diepe kleur. En dan ben ik één keer over de punt gegaan. Dus als je kleine dingetjes wilt kleuren, kleine bloempjes of iets dergelijks, of ogen, haal het van de punt af. Ik heb hier een mengbordje. Ook hier wil ik natuurlijk kijken of dat lukt. Hier zit ook de structuur van het papier in. En dan pak ik even rood erbij. Want normaal gesproken blauw met rood krijg je een paarse tint. Heb ik iets te veel rood gedaan, ga ik er nog een keer met blauw overheen. En ook dit werkt. Dus je kan eigenlijk alle kanten in. Met de potloden. Nu wil ik even iets uit gaan proberen. Moet ik heb hier
het geel met het rood gedaan. Dus ik pak even de red, de gewone colorpencil. En nu kan je ook het verschil zien. Het is beide red. Dit is de aquarel. Zoals ik zei, wit-grijsachtig. En de gewone potlood is echt grijs. Even kijken. In feite moet je in eerste instantie goed wachten tot het papier goed droog is, maar ik zou ik niet zijn als ik toch gewoon doorga. Hier is wel droog. Zo kan je gaan variëren qua kleuren. Ben je helemaal klaar met de tekening waar je mee bezig bent in aquarel, maar je wilt er meer diepte in creëren? Dat is altijd juist het leuke ervan, vind ik, om met een potlood te bewerken. Ik ben een beetje dom geweest. Ik had even moeten wachten met Light Blue. Deze is wel droog. Kijk, daar gaat het al beter. Dus wel wachten tot het echt droog is. Ik zal het aan deze kant ook nog een keer doen. Eventjes mijn potlood er weg. Dit is echt een simpele review, maar ik ga zeker nog een full review maken in combinatie van de gewone kleurpotloden, de color pencils van Winsor & Newton in samenwerking met de aquarelpotloden. Zo zie je dus dat het gewoon kan. Ik ga nog even terug naar dit rood. Het zal inmiddels al beter gedroogd zijn.
Dit papier is, vind ik zelf niet zo fijn, maar ik wil altijd zoveel mogelijk proberen. Dit papier is dan ook het aquarelblok watercolor pet. En het is niet mijn favoriet. Ik heb bewust niet met een penseel gewerkt, want dan krijg ik niet voor elkaar. Daar ben ik heel eerlijk in. Ik pak even om te proberen. Mijn blaadje van gisteren. Dat is van Design Croc van Claire Fontaine. 120 grams papier is dit. Dat is niet goed voor mijn potlood. Ik ga even kijken wat je doet met dit papier. Ondanks dat dit geen aquarelpapier is. Dus ik ga even kijken. Mijn waterbrush. Je kan alle soorten merken waterbrushjes gebruiken. Ik gebruik nu een waterbrush zonder merk. Zoals je ziet heb ik hier geen last van dat het water in het papier trekt, dat het gaat bollen. Dit is het aquarelpapier. Ik heb net zoveel water gebruikt. En als je ziet, zie je hier echt de bolling van het papier. Dus nee, mijn voorkeur gaat dus uit naar de Claire Fontaine. Dus het hoeft niet speciaal altijd aquarelpapier te zijn. Tenminste voor mij. Ik ga eventjes met rood lak zachtjes langs af. Gewoon om te kijken of ik toch nog door kan trekken. En ook dat lukt. Ik ga even kijken voordat hij doet
met een gewone potlood. En ook dit werkt net zo goed als op het aquarelpapier om die diepte te krijgen. Hier, dit is aquarel. Dit zijn de gewone potloden. Ik zeg voor nu ja. Ik ga hier voor vandaag mee stoppen. Ik ga aan een portret werken met de color pencils en de aquarel pencils. En daar zal ik dan ook een filmpje weer over maken. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.